Ik ben Roger Ruiters. Ik werk zo'n 25 jaar in de ouderenzorg, waarvan 20 jaar als bestuurder. Zelf een verpleegkundige achtergrond. En ik werk nu bij de zorgorganisatie Envida. En dat is een grote organisatie op het gebied van langdurige zorg in de regio Maastricht en Heuvelland. Ik ben Jaap Stappers en ik ben manager verpleging en verzorging bij het zorgkantoor van CZ. Dus voor de langdurige zorg. Ja, we hebben in Zuid-Limburg een meerjarenovereenkomst getekend met 6 partijen. Dus eigenlijk met z'n 7e, want zo voelt het wel echt. Om af te spreken wat we samen willen bereiken over 5 jaar. En dat gaat dus over de houdbaarheid van de langdurige zorg, echt op die hoofdlijnen. Wat we eigenlijk zien, dat is dat de langdurige zorg, dat die gemoderniseerd moet worden. En wij denken dat dat het beste kan door zoveel als mogelijk de zorg te laten starten vanuit de situatie bij de mensen thuis. En wij noemen dat het vermaatschappelijke van de langdurige zorg. Dus eigenlijk is het niet bijzonder dat we dat doen, het is alleen bijzonder dat het gelukt is. Want je hebt elkaar echt nodig en echt vertrouwen nodig in elkaar om, om uiteindelijk die handtekening te kunnen zetten onder zo'n overeenkomst. We roepen soms een beeld op dat vooral gaat over geld. Maar we zijn er helemaal niet op uit om alles zo goedkoop mogelijk te doen. We zijn erop uit om de houdbaarheid goed te organiseren van de langdurige zorg. Nou, we moeten sowieso veel meer van organisatie naar organiseren. Ik denk dat we slimme samenwerking met elkaar moeten gaan organiseren. En dat betekent ook dat je over de schaduw van je eigen organisatie moet heen stappen. En het is heel fijn dat we daarmee ook met onze financiers samen een gedragen oplossing kunnen bedenken die moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg. En wat financiële rust kan doen in combinatie met een goed plan en een resultaatsafspraken, is dat zorgorganisaties zich vooral kunnen focussen op de dingen waar ze goed in zijn. Namelijk het meenemen van de samenleving in de veranderingen. En het leveren van heel complexe zorg voor bepaalde type klanten. En kunnen wij ons richten op dingen waar wij goed in zijn. We hebben vaak de neiging om de schuld te leggen bij de overheid, bij de verzekeraars. Maar in de jaren dat ik nu in de ouderenzorg werk, ja, heb ik al heel veel mooie dingen kunnen doen binnen de systeemwereld die we nu hebben. Maar wel vanuit de overtuiging dat het een bijdrage moet leveren aan de leefwereld. Ja, we laten zien dat het kan. Dat als je op basis van vertrouwen, van een goed plan, van echte gelijkwaardigheid in partners, dat je dan prima afspraken kan maken over die ingewikkelde vernieuwing in de ouderenzorg. En probeer vooral ook met een andere bril naar de ouderen van de toekomst te kijken. Want ook de ouderen over 5 of 10 jaar is denk ik een andere ouderen dan die ouderen van nu. Want je ziet, dat is gewoon heel ingewikkeld. We kunnen voorspellen hoe de samenleving er demografisch uit gaat zien. Namelijk dat we 2 keer zoveel ouderen krijgen ongeveer de komende 20 jaar. En we kunnen ook bijna goed voorspellen dat dus wat we nu doen, we niet 2 keer kunnen kopiëren. Want daar hebben we het personeel niet voor. Daar willen we waarschijnlijk de maatschappelijke middelen niet voor inzetten. Wij zien dat op het moment dat wij die verpleeghuiszorg op een plek leveren waar mensen zich thuis voelen en niet het gevoel hebben dat ze mee moeten in het regime van het instituut waar ze wonen, dat mensen minder zorg nodig hebben. En dat je ook een andere zorg kunt verlenen. En daardoor je arbeidsmarktprobleem ook veel minder groot is. Nou, en dat is in een traditionele inkooprelatie heel lastig. Want dan ga je elk jaar weer over hetzelfde punt babbelen. Maar er zit vooral geen vertrouwensbasis onder. En die kan in een meerjarenovereenkomst wel. Alleen dat vraagt wel lef en ondernemerschap van alle partijen. Probeer vooral vanuit je eigen overtuigingen je werk te doen. En overtuigingen die ingegeven zijn vanuit de leefwereld. Want die leefwereld, daarvan weten we 1 ding zeker, die is veel betrouwbaarder en voorspelbaarder dan die systeemwereld van dit moment. Ik denk dat het belangrijkste wat ik mee wil geven is, doe een stapje naar de ander toe. En daarvoor is het belangrijk dat we ons niet laten leiden door al die gekte die er iedere keer in de systeemwereld gebeurt, maar dat we ons kompas richten op datgene wat er in de leefwereld gebeurt. Dat is veel toekomstbestendiger en vervolgens gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat die systeemwereld gaat werken voor die leefwereld en niet omgekeerd. Dat betekent dus niet dat 1 partij de oplossing heeft of dat als je het zorgkantoor belt we met een soort blauwdruk komen over hoe je het moet organiseren. Maar wel echt verdiepen in hoe de ander erin zit. En ook dus af en toe over de bestaande grenzen die je hebt als organisatie heen stappen.